Aan de orde is de uitspraak in de zaak van de heer Schot en mevrouw van der Dijs. Ik zie dat u beiden gekomen bent en dat ook uw advocaat, mevrouw Vaders, is meegekomen. Welkom. Ik zal beginnen met een opmerking. Leidend is hetgeen in het originele vonnis staat en waar de heer Schot en mevrouw van der Dijs en de raadsvrouw straks een exemplaar van krijgen overhandigd. En de pers zal via een geanonimiseerde versie dat vonnis straks per mail krijgen en ook een persbericht. De vonnissen zullen niet helemaal worden voorgelezen, maar het belangrijkste natuurlijk wel, en dat zal ik nu meedelen. Het Hof wijst vonnis naar aanleiding van het onderzoek op 12, 13 en 14 juni jongstleden. Onderzoek is gesloten op 11 juli jongstleden. Het Hof doet vandaag uitspraak met één andere rechter dan dat u op zitting heeft gezien. Dat was u waarschijnlijk wel opgevallen, want mijn collega links heeft lang blond haar en de collega die daar zat had kort krullend haar. De rechter is vandaag verhinderd, maar hij is net zo goed als de andere twee hofleden verantwoordelijk voor het vonnis wat zal worden gewezen nu. Ik zal beginnen met de voorvragen en normschendingen. Daar is door de verdediging het nodige over aangevoerd en daar heeft het Hof een beslissing op genomen. Meneer Schot en mevrouw van der Dijs, dat was voor u samen, het was eigenlijk hetzelfde verweer, dus ik zal het ook gewoon één keer naar voren brengen wat het Hof daarvan vindt. De verdediging heeft in hoger beroep aangevoerd dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard, althans dat bewijsuitsluiting op zijn plaats is wegens normschendingen. Hiertoe is onder meer gesteld dat er ten tijde van de start van het onderzoek onvoldoende verdenking jegens u beiden bestond en dat het Openbaar Ministerie een extra aanleiding nodig had om het in 2013 tegen u lopende strafrechtelijke onderzoek meer gewicht te geven. Daartoe zou, nog steeds volgens de verdediging, de advocaat-generaal van de Schans in 2014 met een deels of geheel onwaar verhaal over een e-mailbericht gekomen zijn dat door het Openbaar Ministerie in Milaan aan het Openbaar Ministerie in Curaçao zou zijn gezonden. Ook is aangevoerd dat de MOT-meldingen niet gebruikt hadden mogen worden. Dan het oordeel van het Hof. Het Hof is van oordeel dat de aanleiding tot het onderzoek is gelegen in de aangiften die in deze zaak gedaan zijn door onder meer twee burgers en die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de motmeldingen die op het internet circuleerden. Justitie is naar aanleiding daarvan begin 2013 eerst een feitenonderzoek en later een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In het gebruik van de motmeldingen heeft het Hof geen onrechtmatigheden kunnen vaststellen. Het Hof acht de gevolgde gang van zaken zorgvuldig en de uit het feitenonderzoek verkregen informatie voldoende om te kunnen spreken van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Verder stelt het Hof vast dat niet in geschil is dat de twee facturen waarvan advocaat-generaal van der Schans in zijn procesverbaal van 20 februari 2014 melding maakt, daadwerkelijk hebben bestaan en dat kopieën daarvan zich in het dossier bevinden. De authenticiteit hiervan staat vast. De kopieën zijn door middel van een rechtshulpverzoek aan Italië verkregen. Voor zover de gang van zaken rondom de e-mail en het daaropvolgend werkbezoek aan Italië niet of niet geheel conform de verklaring van de advocaat-generaal zou zijn verlopen, bent u beide daardoor niet in uw belang geschaad, aangezien de kopieën van de beide facturen in aansluiting op dit werkbezoek op controleerbare en rechtsgeldige wijze zijn verkregen. De door de verdediging aangevoerde stellingen leiden niet tot de slotsom dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim of schending van het recht op een eerlijk proces. Het verweer wordt dan ook verworpen. Op grond van wat ik net heb verteld is er ook geen aanleiding voor bewijsuitsluiting. Dan kom ik tot de bewezen verklaring en die ziet er voor u beiden verschillend uit, dus die zal ik ook apart bespreken. Meneer Schotten, ik zal met u beginnen. Het Openbaar Ministerie verwijt u dat u zich schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift,
witwassen, de valse aangifte van verlies van een paspoort en het voorhanden hebben van zogenaamde jammers. Ten aanzien van de valse aangifte van het verlies van uw diplomatenpaspoort wordt u vrijgesproken. De verklaring die u in hoger beroep heeft afgelegd, dat u destijds in de veronderstelling verkeerde dat u het had verloren, acht het Hof niet onaannemelijk. De overige feiten echter acht het Hof wettig en overtuigend bewezen. In het vonnis kunt u lezen waarom het Hof geen geloof hecht aan uw verklaring dat u de conceptfacturen alleen maar op uw computer heeft ontvangen, maar verder niet betrokken bent geweest bij de opmaak van de facturen. Ook kunt u daar lezen waarom het Hof u niet gelooft als u zegt dat Corallo in ruil voor zijn substantiële betalingen niet verlangde dat u diensten aan hem zou verlenen. En waarom het Hof bewezen acht dat u die diensten ook heeft verleend toen u minister-president was van dit land. Het Hof verwerpt ook het standpunt van de verdediging dat de transacties met het van Corallo ontvangen geld transparant waren. Het gaat om strafbare feiten waarvoor u ook strafbaar bent. Dan de bewezenverklaring voor mevrouw van der Dijs. Aan u wordt door het Openbaar Ministerie verweten dat u zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van de jammers. Ten aanzien van de valsheid in geschrift wordt u vrijgesproken. De motivering daarvan luidt dat naar het oordeel van het Hof uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat u de in de facturen verwerkte informatie over uzelf en het bedrijf Van Dis heeft aangeleverd. Weliswaar is uw privérekening gebruikt voor de betalingen en heeft u een cruciale rol gespeeld bij de verdere gang van zaken met de ontvangen geldbedragen, maar dat brengt nog niet mee dat u een bijdrage moet hebben geleverd aan het valselijk opmaken van de facturen. Verder kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat u wist welke gegevens zich bevonden op de externe harde schijf die in uw bureaulade is aangetroffen. Voor de rest kan uit het bewijs niet worden afgeleid dat u een rol heeft gehad bij het opmaken van de valse facturen, laat staan een zo belangrijke rol dat dit medepleger oplevert. De overige feiten acht het Hof wettig en overtuigend bewezen. Het gaat om strafbare feiten waarvoor u ook strafbaar bent. Dan kom ik aan de strafmotivering. En die luidt voor u ook anders, dus die zal ik bij u ook afzonderlijk bespreken. Meneer Schotten. Op 10 oktober 2010 werd Curaçao uitgeroepen tot autonoom land. Dat was het begin van een nieuwe fase in de staatkundige geschiedenis van Curaçao. Het was een kwetsbare en spannende periode. Vele burgers hadden er vertrouwen in dat Curaçao als autonoom land een goed functionerende democratische rechtsstaat zou zijn. Anderen waren daar minder gerust op. Dit legde een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de politici die op dat moment de koers van Curaçao moesten gaan bepalen. Zij moesten laten zien dat het algemeen belang en het vertrouwen van de burgers bij hen in goede handen waren. Degene die in de allereerste plaats het goede voorbeeld moest geven was de minister-president van het nieuwe land. U kreeg de eervolle taak om dit ambt als eerste te gaan vervullen. Vastgesteld moet worden dat u het in u als eerste burger van het land gestelde vertrouwen op grove wijze heeft misbruikt en dat u door uw handelen het aanzien van Curaçao ernstig heeft geschaad. U heeft zich schuldig gemaakt aan de misdrijven van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Daarnaast heeft u in strijd met de wet 2 jammers voor handen gehad. Een aantal van deze feiten heeft u samen met uw levenspartner mevrouw van der Dijs begaan. Door het in ruil voor tegenprestaties aannemen van grote sommen geld van een bevriende zakenman heeft u zich aanzien en macht kunnen verwerven binnen de politiek en samenleving van Curaçao. Om de gevraagde tegenprestaties te kunnen verlenen heeft u uw bevoegdheden als minister-president van Curaçao misbruikt en de integriteit die onlosmakelijk met dit ambt is verbonden is geschonden.
In dit verband bent u er niet voor teruggeschrokken om documenten te vervalsen en van misdrijven afkomstige geldbedragen een legaal aanzien te geven. Mevrouw van der Dijs, u heeft zich samen met de heer Schotten schuldig gemaakt aan het misdrijf van witwassen. Dat was in de periode dat de nieuwe politieke partij MFK werd opgericht en zou gaan deelnemen aan de verkiezingen van 2010. De heer Schotten was het boegbeeld van deze partij. Door samen met hem grote sommen van misdrijf afkomstig geld een legaal aanzien te geven, heeft u de integriteit en de transparantie van het financiële en economische verkeer geschonden. U heeft door uw handelen afbreuk gedaan aan de bijzondere positie die u in die tijd samen met de heer Schotten binnen de samenleving en de politiek van Curaçao innam. U heeft daarmee het aanzien van de politiek ernstige schade toegebracht. Verder heeft u zich ook nog schuldig gemaakt aan het verboden bezit van jammers. Voor u beiden geldt dat het Hof u beiden uw handelen zwaar aanrekent. En het Hof is op grond van de aard en de ernst daarvan van oordeel dat voor u beiden slechts een gevangenisstraf als passende straf in aanmerking komt. Daar komt voor de heer Schotten nog de bijkomende straf van ontzetting uit het passieve kiesrecht bij. In uw voordeel is meegewogen dat u niet eerder voor een strafbaar feit bent veroordeeld. Dan kom ik bij de straf. Meneer Schotten, u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar, met aftrek van de voorlopige hechtenis, de tijd u al vastgezeten heeft. En u wordt ontzet uit het recht te worden verkozen bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen voor een periode van 5 jaar. De vrijspraak te zaken van de valse aangifte leidt er niet toe dat u in hoger beroep een lagere straf krijgt opgelegd dan in eerste aanleg. De straf blijft hetzelfde als in eerste aanleg. Verder heeft het Openbaar Ministerie het Hof verzocht om u direct gevangen te laten nemen. Daartoe ziet het Hof geen aanleiding. Het Hof onderkent dat sprake is van ernstige feiten die destijds de rechtsorde ernstig hebben geschokt. Aangezien sindsdien echter geruime tijd is verstreken, u ruim 3 jaar geleden op vrije voeten bent gesteld en het Openbaar Ministerie ervan heeft afgezien de vordering gevangenneming in eerste aanleg te vorderen, ziet het Hof op dit moment onvoldoende gronden om u in voorlopige hechtenis te nemen. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Mevrouw van der Dijs, u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden met aftrek, waarvan 6 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Voor u beiden geldt dat u 14 dagen de tijd heeft om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dit is de uitspraak van het Hof. De zitting wordt nu gesloten.